Dit gaat helemaal goed komen, joh. Nee, doe dit! Nee. Knol Power! Dat ik heel erg zachtjes moet praten. Alleen het hoeft helemaal niet, want hij is er nog niet. Maar ik vind het eerlijk gezegd wel een beetje spannend. Normaal gesproken laat ik wel eens mensen schrikken met een partypopper. En dit is wel lief van mij, het is een liefdespartypopper. Maar die gaan we niet gebruiken. Ik denk dat het wel leuk is om een keertje een partyspray te gaan gebruiken. En ik ben heel erg benieuwd hoe deze gast, die hier elk moment kan zijn, op gaat reageren. Kom met me mee. Jongens, ik zat de hele tijd te zoeken en ik ben dit gewoon vergeten, dat je gewoon waarschijnlijk om de hoek ging staan. Dankjewel, man. Oh, hoe is ie? Ja, lekker met jou. Goed, man. De eerste keer dat Harm bij me thuis komt, ik denk, ja, die gozer die moet ik even goed beetpakken. Jongen. En het is gelukt. Ja, nou ja, het is goed gelukt, ja. Ik vind het niet echt leuk, maar het is gelukt. Harm die heeft een hele mooie bak meegenomen. En we gaan vandaag met z'n tweetjes, we hebben het nog nooit gedaan, allebei niet. Nee. Gaan we slijm maken. Ja, dat gaat het wel hoor. Kijk dan wat ik allemaal meegenomen heb, Nick. Dit is heel veel. Oh, dit is wel iets wat ik kan gebruiken trouwens. Scheerschuim. Deze baard, voor de mensen die het niet weten, deze baard die heb ik gewoon puur voor het goede doel. Als ik hem laat staan de hele maand van november, dan doneer ik 100 euro aan de Movember Foundation. Daar doen ze onderzoek naar teelbalkanker en prostaatkanker. En als ik hem niet kan laten staan, want ik vind hem zo vervelend, want dat haar begint nu over mijn lip te groeien. Het is super ranzig en ik vind het er echt super lelijk uitzien. Het is smerig, ik weet het. Maar het is voor het goede doel. Als ik het niet volhou, dan doneer ik 200 euro. Dus hoe je het ook wendt of keert, of die nou erop blijft of eraf gaat. Ja, het is aan mij of het 100 of 200 euro wordt. Maar dat gaat heel erg leuk worden, Harm. Dat gaan we later doen. We gaan eerst eventjes een stukje rijden naar de bouwmarkt. Yes, is goed. Harm die is aan het genieten, maar aan de andere kant vind je het ook wel heel erg spannend, hè? Ja. Ja? Ik kom niet uit mijn woorden en zo. Ja. Ik heb nog nooit in zo'n auto gezeten. Oké. Dit heb ik altijd al een keer willen doen. Hoger. Nee. Oké, blijf hier staan. Dit hebben we nodig. Ja. Ik ben er niet. Ja. Ik denk dat ik even een andere pak. Ja. Nee, slopen is kopen, hè? Slopen. En nu moet ik kopen. Ja, maar is hij echt wel kapot? Nee, dat klonk zo. Maar ja. Ik ben heel voorzichtig. Ik ben een voorzichtig mens. Ja, hij weet wat hij doet. Ik werd niet voorzichtig geboren. Dat ging gewoon... eruit. Ja. Maar dit is misschien wel iets vets. Want, ik heb nog helemaal niet verteld wat ik ga doen. Ik ga een... Ja, hey, leuk dat je kijkt naar de nieuwe vlog. Hey. Het is misschien wel handig om te vertellen wat ik ga doen samen met Harm. Ik wil een nieuw huisje maken voor Sok. En dat heb ik eerder geprobeerd en dat vond ze helemaal geweldig. Maar die was binnen 2 dagen kapot. Dus dat is een beetje sneu. Dus ik dacht, als we iets pakken wat beter spul is zoals dit. Kijk, dan kunnen we een tunnel maken. Dan kan je er zo doorheen. Ja. Ik denk dat Sok hier wel doorheen kan. Ja, dat is inderdaad een hele goeie. En dit is buigbaar. Yo! Is dit nou doorzichtig? Oh mijn god. Yo! In zulk soort verpakking bewaarde ik altijd mijn zeldzame Pokémon-kaarten. Wow! Ik wil er gewoon 1. Ik koop er gewoon 2 en zo. Yo, gaat ie, hé? Gaat ie? Hey man. Gaat ie goed? Gaat goed hoor. Toppie. Hoeveel heb je er nou? Sok de poes, maar dan niet de poes, maar dan Enzo. Dit is zwaar, man. Is echt zwaar. Ja, dat is echt zwaar.
Even liften. Oh, eentje. Dit zijn er echt 3 of 4. je hebt er echt 5 of zo meegepakt. Ja, ik denk dat deze wat minder is. Nee, ik denk dat deze leuker is. Want hij is doorzichtig. En, dus dan kunnen we socks zien lopen. En je gooit er wat lichtjes in of zo. Ja. Dan heb je echt een perfect huis. Kijk, want je ziet mij toch? Nee. Nee? Zie je niet? Nee. Hoeveel steken ze wat vingers op? 6? Nee, je ziet mij niet. Nee, ik zit te kloten. Ja. Ja, deze nemen we mee. Dit is een goeie. Hoe nemen we zoiets mee? Hoe doen we dit? Hoe neem je zoiets mee? Ja, gewoon zetten tegenaan of zo. Hey, toppie! Zo. Goed gevonden, Harm. Geen probleem. Lekker, je bent nu al nuttig. Goed zo. Daar ben ik voor. Hey, een random autosleutel op de grond. Misschien is het wel een mooie auto. Oh, wat? die lag er op de grond. Het is maar goed dat jij ze ziet. Weet je wat je hier ook van kan maken? Als er sneeuw komt, ik hoop echt dat er sneeuw komt, hè. Ik hoop het zo. Ja. Als er sneeuw komt, dan kan je hier een slee van maken. Yo! Dan kan je hier liggen, weet je wel. Ja. Dat is wel geniaal. Maar we gaan nu een huisje voor zon maken. Dat is de prioriteit. Ja. Ik heb ook tape nodig. En je weet dat het goede tape is als er serieus op de voorkant een plaatje staat van een auto dat zijn bumper is getaped. Wat? Nee. Hoe dan? Nice. Hoe dan? Ze verkopen deze tape gewoon zo van, joh, dit is zulke goede tape, je kan zelfs de voorkant van je auto mee tapen. Oké, nou, dan ga ik het sowieso kopen. Alweer mijn sleutel. Ja. Pas nou op. Nee! God, nee! Nee! Nee, 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 hè? Nee! Nee. Ik heb het zelf in mijn mond zitten. Nee! Waarom? Meneer. Ik wil zo'n zak pakken en hij knalt open. jongens. Om te pakken. We hebben in ieder geval wel wat moeten hebben, dus deze zak. Waarom? Het ging echt voor ongeluk, dat zag je. Ja, je maakte er echt overal weer een bende van, hè. Jongen, ik kreeg al het spul in mijn mond. Hij was er niet echt blij mee. Nee, dat snap ik. Dat zou ik ook echt super vervelend vinden. Sorry daarvoor. Maar ja, we hadden deze nodig. Ik kon er niet bij. Ik denk dat Sok dit spul namelijk heel erg leuk gaat vinden. Ook moeten we wel goed opletten dat ze het niet gaat opeten of zo, weet je wel? Dat ze het doorslikt. Ja, ze is giftig, gok ik. Ik heb het net in mijn mond gehad, hè. Is het giftig? Dit ziet er niet echt gezond uit. Oeps. Dit vond ik altijd zo leuk om te zien in de bouwmarkt. WC-brillen. Want wat? Je hebt gewoon, kijk dan, dit is gewoon een schoen. Doe gewoon de schoen door je open. Wat? Raar, toch? Ja. Oh, hier moet sokje op staan. Hey, waarom verkoop je geen WC-brillen op je webshop? Knolpower WC-bril. Ja, KP en dan een katje eronder, een kakje eronder. Oh, ik dacht dat je dezelfde grap als Milan ging maken. Ja, dan heb je hier zo KP op, weet je wel, knolpoep. Ik zeg doen. Van mijn moeder mocht ik dit nooit te vaak achter elkaar doen. Ik heb eindelijk een plek gevonden waar dat wel mag. Hey, hier mag je gewoon... Dat mag niet. Afblijven? Nee, niet doen. Oh, oké, papa. Jongen. Weet je wat ik me opeens bedenk, Harm? Dat gaat natuurlijk nooit in een auto passen. Ja, dat zat ik ook al even denken. Hoe wil je dit doen? Dus ik denk serieus dat we gewoon verplicht met open dak moeten rijden. En dan dat jij moet vasthouden. Want hij past niet in de kofferbak. Nee, maar wil je eens kijken in de kofferbak? Ik klik hem even open. Zo. Zit hij hier? Of? Ja. Nou ja, ik zat al te denken van, joh, er zit gewoon een automatisch knopje op. Nee, ook dat niet. Er zit überhaupt wel een kofferbak in. Ja, aan de voorkant. Nee, hou nou even op. Nee. Zit die motor achterin dan? Ja, die motor zit achterin. Dus hier moet je iets aan de zijkant. Ja. Even kijken. Dat is altijd een beetje zoeken. Nee. Nou, daar past hij nooit in. Proppen. Nou, Harm. Ja, hoe gaan we dit doen? Ik zie ons al voorbij rijden, hoor. Jongen, oh mijn god. Dit kan toch niet, hè? Wat een goed plan van ons, dit. Misschien konden we beter met jouw auto gaan. Ja. Je had wat meer ruimte. Ja. Oh mijn god. Dit ziet er zo dom uit. Hey,
Oh mijn god. Ja, ik denk dat je het wel moet vasthouden hoor. Ja, dit ding gaat wind vangen, pik. Dit ding gaat zoveel wind vangen. Hé, hey, jongens, ik ben een slaaf voor Enzo. En ik moet zijn ding zo vasthouden. Dit gaat vast goed komen. Leuk hè, een keertje meerijden met Enzo. Ja, leuk. Kijk hoe ver die doorloopt ook gewoon. Als het fout gaat, dan gaat het echt flink fout hoor. Nou, we gaan het proberen. Oké. Okay. Dit gaat helemaal goed komen, joh. Nee, doe dit! Nee, nee, nee! Ouwe, ik zei het! Nee! Nee! Ik zei het, hij gaat wind vangen! Wat doe je nou? Ja, ik zei het, hij gaat wind vangen! Er kwam zo belachelijk veel wind in! Oh nee, je bent zo gek, jongen! Oh mijn god! Wat als dat ding langs mijn keel ging of zo? Het was gewoon helemaal koppen gewoon in één keer af, hè? Dat je helemaal. Jeetje! Overdrijven is overfuck, overdrijven, hoor. Weet je, dit klap! Jongens. Ik zag het ook zo. Ik was ook al stil. Ik dacht van nee, Enzo, dat ga je niet doen. Je gaat niet gassen. Oh. Doet hij gassen. Viel hij op de weg? Ah, ik liet hem echt. Ik kon hem. Hij was zo. Er kwam zoveel wind in. Maar gelukkig reed er niemand achter ons. Nee, nee, joh. Maar daar ligt hij! Maar ja. Yo, kijk. Daar ligt hij, daar ligt hij. Oké, we moeten hem ophalen. Jongen, jongen. Tot de auto. Oké, we hebben hem weer. Hij is nog heel. Nu hou jij hem vast. Die mensen lachen ons uit, man. Weet je wat het mooie was? Die mensen die reden voorbij en die lachten ons gewoon uit. Want die meneer, die was een foto aan het maken van ons. Omdat hij moest lachen hoe we dit aan het vervoeren waren. En nu ziet u dus dat het eraf is gevallen. Hij lacht zich dood. Hoe moeten we dit doen dan? Ja, ik bedoel, als je een beetje gas gaat geven, dan komt er zoveel wind in. Je krijgt zoveel tegendruk. Je moet hem laag houden. Dat is de enige oplossing. Kijk, nu is hij al veel kleiner. Ja. Zie je? En dan doen we hem gewoon zo. Ja, dat moet lukken. Hey! Ja? Ja, dit gaat lukken wel, denk ik. Ja, dat komt goed. Top, puup! Ik zit! Ja, Harm, ik heb een beetje het gevoel dat iets tussen ons in zit. Ik weet het niet ja, zeker, ik hoor, weet het maar ook niet, man. Echt waar. Oké, ik ga rustig rijden. Oké, het is allemaal gelukt. We gaan er werk van maken. Dit is dus de oude tunnel van Sok. We hebben al dat foam gebruikt van Milan's studio. Nou, dat gaan we nu niet meer gebruiken, want zoals jullie zien, het is niet echt een succes geweest, langer dan 2 dagen. Maar deze bakgoot die ik heb gekocht, dat is nog wel iets wat ik wil gaan gebruiken. Om deze bak gaan wij dus deze grote plaat doen. Ja, wat zeg maar de bedoeling is, we gaan hem dubbel klappen. En dan is het een beetje de bedoeling dat we hem zo erin gaan doen. Ja, zoals dit, juist. Oh. Kijk hoe vet dit eruit ziet, dikke man. Dikke upgrade van Sok de Poes. Wow, dit is echt een hele dikke upgrade. Oké, als we hem zo vast weten te Oh, ik dacht, zou net zeggen, hij blijft nu al bijna staan, joh. Er is nu al tape omheen. Hij staat eigenlijk al. Moet je kijken. Dit is gewoon perfect. Hallo? Hij staat. Hallo? Hallo? Hey! Oké, we gaan Sok even pakken. En ga kijken of ze er doorheen gaat. Ik denk het wel, hoor. Sok, ja! Ja, zie je? Echt? Ja, hier zie je. No way. Zakje. Ja. Hey. Ja, ze zit gewoon hier helemaal achter weer. Dat is een van haar favoriete plekjes. Het is gewoon lekker, dan zit ze daar gewoon lekker alleen. Ja, dat is toch mooi, zoals we stofzuigen voor jou eigenlijk. Ja. Hallo, Zakje. Oké, we nemen Sok mee. Denk jij dat ze er doorheen gaat? Ik denk het wel. Op zich wel, want het is doorzichtig, het is vast niet eng voor haar. Dus ik zou zeggen, probeer het. Doe maar Sok, ga maar daarheen naar Harm. Kom op Sokkie, kom op. Ze gaat eerst even ruiken, even snuffelen. Eerst even ruiken. Ja, ze gaat hoor, ze gaat. Sok, even omgeving verkennen, weet je wel. Ja. Goed, ja. Ja. Kom op, maak die meters, maak ze. Nee. Nee. Sok, wat doe je nou? Het bevalt er wel een beetje. Ja, ze maar vindt het wel leuk. Ze vindt het wel leuk. Dit ziet er ook geniaal uit. Hey Sok. Hey Sokkie. Ze wil niet bewegen. Ze blijft gewoon zitten. Ze vindt het wel goed zo. Maar je kan er wel super mooi zien zitten. Ja. Dus ik denk als we dit gaan vasttapen. Ja, sowieso. En wat gaan pimpen, dus dat we het wat mooier gaan maken. Ja. Denk ik dat dit een hele goede upgrade is. En ik denk dat Sok het uiteindelijk wel heel erg gaaf vindt dan. Ze is nu gewoon nog een beetje, ja, van wat moet ik hiermee?
maar daar komt ze snel genoeg achter. Nee, sok. We hebben ervoor gezorgd dat hij nu goed vast zit met tape hier. Helemaal er doorheen en ook helemaal eronder door. Dus nu zie je dat hij eigenlijk gewoon blijft staan. Ja. Hij is gewoon nu al helemaal goed qua tunnel. Helemaal vast. Dus dit is mooi. Nu moeten we de binnenkant wel wat mooier gaan maken dan dit. En ook wat leuker voor Sok. Dus dit vindt ze helemaal geweldig. Dat is van die noppenfolie. Het zijn van die belletjes, weet je wel, die je kan drukken en dan knapt dat. Krijg je misschien ook wel eens als je iets bestelt en het is breekbaar. Dan doen ze dit spul altijd eromheen. Dus dit gaan we door heel de buis leggen. Ik heb zojuist iets heel erg cools geleerd van Harm. Je kan namelijk dik tape. Oh mijn god. Oh, die was echt heel erg verkeerd. Dat was echt per ongeluk, ik had het serieus niet door. Maar je kan dus duct tape heel erg makkelijk afscheuren. Ik zat de hele tijd moeilijk te knippen en die Harm, die zat maar gewoon roep, roep, roep. En het ging zo simpel. Ik wist dat helemaal niet. Ben lekker aan het douchen. Kijk dan hoe lenig ze is, hè. Ja, echt. Die been die zit gewoon over haar hoofd heen. Dit is echt gewoon niet, ja, het is niet zo charmant, ik weet het. Maar goed, let op, hè. Ik heb een stukje duct tape. En dan doe ik alleen maar dit. Let op. Maar kijk hier. Kijk hoe recht die is. Perfect. En dan pak je nog een stukje. Dit is echt normaal. Ik wist het serieus niet. En dan, volgens mij weten heel veel van jullie het ook niet. En dan kan je het gewoon zo scheuren. Zo. En hij is gewoon altijd recht. Yep. Gaat bijna nooit fout. Super nice. Echt super nice. We gaan echt al lekker. We hebben nu dat noppenfolie. Ja. We hebben aan de binnenkant. Het zit er allemaal strak in. Zeker. Het ziet er heel erg goed uit. Gaat hartstikke goed, hè? Kijk, dan blijft het tenminste ook goed zitten. Ja. Want ik probeer nu iets te maken waardoor het iets langer meegaat dan 2 dagen. Lekker aan het chillen, hè? Wil je nog heel even komen kijken, Sok? Nee? Kijk eens even, Sok. We hebben het geüpgrade. Je hebt nu een zacht kussentje onder. Nee, niet de tape, Sok. Jongen, jongen. Je hebt niks aan die tape. Ze is wel nieuwsgierig, hè? Ik denk wel dat ze het wil, hoor. Maar ze moet wel opnieuw ruiken en de omgeving checken en dat soort dingen. Kijk. Ja hoor. Kijk eens, Sok. Dat voelt wel fijn. Dat vindt ze wel fijn, hè? Ja, die ondergrond doet het hem echt, hoor. Die bubbeltjes. Dat vindt ze echt super chill. We zijn eventjes langs de winkel gegaan en ik heb LED-strips gehaald. Ik denk dat dat echt een super toffe toevoeging is. Want ja, nu het licht hier zo uit is, stel voor hier is het LED-verlichting. Oh, ik denk echt dat het meestelijk vet is. Laten we deze eens even gaan testen. Dus ik doe hem hier zo in stopcontact. 1, 2. Zo, die zit erin. En als het goed is, kunnen we deze afstandsbediening. Kan ik hem nu iets van aanzetten of zo? Jij weet ook niet hoe het werkt. Ik heb geen flauw idee. Oh ja, er zit wel een batterij in. Oh. Oh, ik schrok al, weet je wel. Dan heb je weer iets moet gekocht je batterij, en dan moet je weer batterijen kopen. Ik had dus het draadje verkeerd om erin gedaan. Super dom, maar let op, hè. Jongen, jongens. 1, 2. Oh, dit is zo vet. Stel voor, dit gaat gewoon helemaal door die buis heen. Ja. Dan kan je ook nog verschillende kleuren doen. Als die het doet, tenminste. Yo, dit ziet er echt heel erg vet uit. Hij is echt wel vet. Wel balen dat de afstandsbediening het niet doet. De batterij is blijkbaar gewoon leeg. Echt super slecht. Koop je zo'n ding, zit er een batterij bij, is de batterij leeg. Maar goed, we gaan er het beste van maken. En dat is gewoon deze strip in de buis doen. Hij zit erin en we hebben nog een stukje over. Dus die ga ik nu afknippen. Het is officieel. Maak het officieel het lintje doorknippen. Daar komt hij hoor. Ik weet niet of het handig is dat ik het doe terwijl hij aanstaat. Oh. Dat was even schrikken, want hij knippert even helemaal, hè? Ik dacht even, nee. Oké, nou, dit hebben we verder niet meer nodig. Maar hier is die gewoon af. Ja. Kijk eens even hoe vet dit eruit ziet. Dit is zo vet. Dit is echt zo vet. Ik ben echt benieuwd of Sok het gaaf gaat vinden. Kijk van binnen, oh, ouwe. Oh. Dit is zo dope. Oh, stel voor je kon knipperen met licht en alles. Oh, dat had ik zo graag gewild. Waarom doet die batterij het dan weer niet, hè? Wie weet doet hij het ooit. Maar ja, de winkel is nu ook gewoon dicht, dus we kunnen ook niet meer terug. Nee. Maar ja, dat ga ik dan een andere keer doen, dus dat houden jullie nog te goed. Maar we gaan even zonder bijhouden. We'll be right back.
Gaat ze er doorheen net zoals vorige keer? Vindt ze het net zo leuk of niet? Ik zet haar hier neer. Oh, even uitrekken. Oh, oh. Nee, wat doe je? Nee. Doorheen sok, niet te lang. Ja, waarschijnlijk vindt ze die lichten veel te fel of zo. Zou kunnen. Ja. 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 Sok. Goed zo. Kom. Kom maar door. Sokje. Yo, weet je hoe vet, hè? Ja. Dit ziet er zo gaaf uit. Je kan hier gewoon videoclips en alles met me maken. Sok, dat is toch zo vet. Lang sokken zo erheen. Wat is dat allemaal, hè, Sok? Ja. Wie kan dat nou zeggen dat een poes dit heeft? Hoe vet is dat? Dit vindt ze meestal heel leuk. Ja, maar ze zit er gewoon relaxed nu. Ja, ze vindt het wel prima. Ze vindt het prima zo, ja. Ze denkt, we gaan maar weg, ik hoef niet meer te lopen, ja. Vindt die prima. Ik blijf gewoon lekker chillen erin. Het ziet er zo vet uit vanaf hier. Ja. Hey, Sok! Ja. Kijk dan. Wat als een wild vreemde binnenkomt en er zitten ineens 5 katten in zo'n zie dat voor je dan? Ik denk sowieso al als een wild vreemde binnenkomt en die ziet dit op de eetkamertafel staan. Die heeft sowieso al eens van, hè, wat is dit joh? Hallo. Wat gaan we doen, Harm? We gaan slijm maken. We gaan slijm maken. Ik ga voor de eerste keer in mijn leven slijm maken. Ik ook. Het is ontzettend populair, dus het wordt nog wat. Ja. Scheerschuim. Oh, mijn ogen branden! Oh, sorry voor... ik fix wel een doekje. Wacht even, hoor. Wacht even, ik ga even een doekje zoeken. Ik ben nu heel goed aan het zoeken. Oh, hou vol en zo. Oh, shit, hé. Doet het echt pijn? Oh, nou, het brandt wel, ja. Oh, kijk dan, joh. Het was eigenlijk voor je baard bedoeld, maar... Ja, non de you. Ja. Lekker bezig. Oké, wij gaan dus slijm maken. En daar heb je bepaalde spullen voor nodig. Nou, Harm heeft het allemaal goed ingeslagen. Ja. Dus het gaat hartstikke leuk worden. Ik ben echt heel erg benieuwd. Maar dat gaan we voor het kanaal van Harm doen. Harm die komt echt met een heel gek idee om scheerschuim in een ballon te doen. Ik moet zeggen, het ziet er wel mega gruwelijk uit. Kijk dan. Al dat schuim zit in die ballon. En dit is al de derde bus scheerschuim die in de ballon doet. Moet je kijken hoe vet dat eruit ziet, joh. Lekker bezig, pik. Zal ik hem loslaten? Nee. Leuk voor de vlog. Nee. Niet leuk voor de keuken. En dit heb je dus blijkbaar allemaal nodig om slijm te maken. Ik ben heel erg benieuwd. Ik zal jullie laten zien dat alles weer helemaal mooi schoon is. En ik zal jullie laten zien wat er uiteindelijk is overgebleven van de slijm. Dat ligt hier op het aanrecht. Het is een soort van paarse pannenkoek geworden. En ik laat het hier gewoon opdrogen. En misschien kan ik het morgen dan gewoon weer gebruiken. Ik denk het wel. Ja, als al het vocht eruit is, dan is het echt gewoon één mooie slijmbal gewoon. Ik hoop het. Het zou heel erg vet zijn. Als jullie willen dat ik zelf een keertje slijm ga maken voor mijn kanaal, laat het dan even weten met een blauw duimpje omhoog en een reactie hier beneden. Ik weet in ieder geval wel dat als ik weer een keer slijm ga maken, dat ik een t-shirt aan moet doen die weggegooid kan worden. Ja. Gelukkig was dit shirt een tientje. En niet zoals wat Harm aan heeft, 300 euro. Want dat zou 350 euro, je weet het. En die kan nu gewoon weg. Ja. Ja. Maar ja, alles voor de video's, alles voor de kijkers natuurlijk, hè. Ja. Mooi duimpje altijd, jij. Al dat duimpje is zo mooi. Het is toch zo... Als je zo'n duimpje omhoog kan doen op een video, dan ben je gewoon echt een eindbaas. Ik wil net mijn pizza gaan eten. Harm is al begonnen. Alleen, ik klik een aanbevolen video aan en dit is echt bizar. Ja, echt een leuke video. Dit heb ik nog nooit gezien. Wat gebeurt hier? Kijk de video van mijn kanaal nu momenteel. Echt een belachelijk mooi. Kijk dan. Ik weet dat het een beetje slecht is dat ik mijn eigen beeldscherm film met mijn camera, maar moet je dit zien, hè? Kijk dan wat deze robot kan. Wat? Gewoon een salto achterover. Dit is gewoon bizar. Het is gewoon een robot, hè? Belachelijk. Hoe snel je ook draait, gewoon echt ziek. Harm. Nee. Wat gebeurt hier? Ineens, hè? Jij kijkt om en in één keer zit Sok in dat ding. Sok. Weet je hoe cool? Oh, nu gaat Sok helemaal zo, hij komt eraan, Enzo komt eraan. Goed zo, Sok. Vet, hè, Sok? Gaaf, hè, we hebben helemaal van jou gemaakt. Kijk hoe cool. Kijk hoe cool, Sok. Ja, het licht gaan we aandoen. Oh, kijk, Sok. Ze gaat helemaal uit zichzelf in. Geniaal, dit, ouwe. Echt super vet.
Hey, Sokje. Hallo. Hallo, Sok. Ze kijkt heel chagrijnig. Dat is een teken dat ik nou eens moet. Hey Enzo, later hè. Later. Hey Sokje. Oh, wat lig je er lekker bij. Moet Harm het weer verpesten? Zit je in alle rust, moet Harm het weer verpesten. Hè? Oh. Sorry Sok, de poes, sorry. Het spijt me, ja. Ik ga al weg, ja. Sorry, het spijt me, ik zal het niet meer doen. Doei. Wat een gekkie hè. Wat een gekkie. Wel een goede schutkleur hoor, Sok, waar je op ligt. Ik wil jullie allemaal bedanken voor het kijken. Hopelijk hebben jullie genoten van de vlog. Ik heb heel erg genoten van vandaag. Ik zou zeggen, vond je het leuk, doe een blauw duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden als je dat nog niet hebt gedaan. We hebben bijna, en ik zeg weer, want we doen het met z'n allen, 1,7 miljoen abonnees. Heel erg tof. Dankjewel daarvoor. We gaan richting die 2 miljoen. Oh, weet je hoe ongelooflijk dat is. Heel erg bizar. Ik zie jullie morgen om 4 uur bij een gloednieuwe vlog. En dan zeg ik, zoals altijd, dikke, vette peace. Knol Power. Yeah.